Because you are God. Tell somebody the weapon of praise. Zeg tegen iemand wapen van lofprijs. Tell somebody the offensive weapon of praise. De aanvallende. Say the offensive weapon of praise. Een aanvallend wapen van lofprijs. Tell somebody the offensive weapon of praise. Aanvallend wapen van lofprijs. We gaan naar het boek van Jesaja hoofdstuk 62. I can imagine how the Bible talks about a certain woman. En ik kan me voorstellen hoe de Bijbel spreekt over een zekere vrouw. The Bible says this woman was a daughter of Abraham. En zij was een dochter van Abraham. And was bound for some years with an infirmity. En ze was al jaren gebonden aan een ziekte. But she kept on going into the house of God. You maar see, ze bleef gaan naar het huis van God. The difference between anybody that receives anything from God is their attitude. En het verschil van iemand die iets ontvangt heeft te maken met zijn houding. I found out in church people can sit like this. Mensen kunnen zo zitten in de kerk. I will be teaching you people how people receive from Jesus. Maar hoe je. There are just two ways that Jesus ever blessed people on earth. Dus je kan wel zitten in de kerk, maar dat wil nog niet zeggen dat je ontvangt. Het zit, het zit namelijk in je houding. En er zijn twee manieren. How Jesus blessed people on earth. Hoe God, Jezus mensen zegt op aarde. They came. Ze kwamen. To take it. Om het te nemen. And Jesus spoke the word. En Jezus sprak het woord. Finish. Klaar. Study the whole Bible. Als je de Bijbel bestudeert. It did not change. Het is niet veranderd. The woman with the issue of blood. De bloedvloeiende vrouw. She came. Ze kwam. To take it. Om het te nemen. Because she saw. Want ze zag. That in Jesus. Dat in Jezus. Is haar answer. Is haar. She had something in her. Ze had iets in haar. She wanted to take it. Ze wilde het grijpen. And she came and take it. En ze nam het ook. The woman with the infirmity. En de vrouw met deze kwaal. She was coming to church. Ze kwam naar de kerk. Because she believed in God. Want ze geloofde in God. And when Jesus showed her. En toen Jezus. Said, woman. En zijn vrouw. Thou art loose. U bent genezen van uw kwaal. En tegelijkertijd was ze. Maar er was iets aan she haar. Loved to worship God. Ze hield ervan om God te you aanbidden. Can sit there the way you want to sit. Je kan zitten. Nothing will change. Maar er gaat niks veranderen. You know, sometimes we must learn to know that in the time of praise. En we moeten weten dat de tijden van lofprijs. The water is there. Dat het water wordt geroerd. That your spiritual water is being stirred. En zo wordt uw geestelijk water ook geroerd. It's like those lepers that were sitting by the water. Is net als die melaatsen die wachten. The Bible said the angel came and stirred the water up. En ze wachten elke keer op het moment van de dag dat de engel de water. Whenever you praise God. Want elke keer als je God your prijst. Your spirit man is lifted up. Dan wordt uw geest wordt voor. Then something also happened. En er gebeurt ook. The Holy Ghost moves. De Heilige Geest beweegt. That's why when you go to healing meetings. Daarom wanneer je naar genezingsdiensten gaat. When they really start to worship and praise God. Wanneer ze echt beginnen te lofprijzen en te aanbidden. You begin to see. Dan ziet u. People begin to get healed. How many of you have seen that? Mensen al worden genezen. You know why? Weet u waarom? Their spirit. Hun geest. Was lifted out. Werd uitgeheven. From the place of depression. Van de plaats van depressie. How? Hoe? They participate. Ze namen deel. Ze namen deel. In other words. Met andere woorden. They forget about themselves. Ze vergaat u they zelf. Forget about the wheelchair. They forget about the sickness. Over de ziekte. They forget about their problems. Over hun problemen. They start to praise God. En ze begonnen God and te prijzen. And the moment they begin to praise God. En het moment dat ze God begonnen te prijzen. The Holy Ghost. De Heilige Geest. Begin to take them out. Begon hen eruit te nemen. Vanuit die wiel. That is what happened. Dat is wat er gebeurt. Two ways did Jesus minister. Op twee manieren heeft Jezus bediend. You take it. Je neemt het. And he spoke the word. En hij sprak het woord. So in church sometimes people see. That's why we don't look at people. Daarom kijk je niet naar Isaiah 61. We kijken naar Jesaja hoofdstuk 62. I even said to my generation. I said sometimes I see the most terrible things in church. We praise God. We see people sit. We zijn aan het lofprijzen mensen die durven nog te zitten. Who are you? Wie bent u? Do you know who you we standing in front of you? Weet u wel wie voor we ons? We worship God, people sit. We aanbidden God en hij is voor when ons. When you are not lame, you are sitting. Ben niet verlamd en je zit. That is disrespect to an anointing. Dat is disrespect aan een salving. Disrespect God in heaven. When elders and angels they bow before him.
waar ouderlingen en engelen voor hem buigen. And you come to church. En u komt naar de kerk. They praise God. En u you see. God. They worship God. You see. Who are you? En wie bent u dan? And I think all these things must be addressed and taught in church. En deze dingen worden geadresseerd en worden in de kerk. Who are you? How do you participate? Hoe doet u dan mee? Even the woman with infirmity was going to church to worship God. Zelfs de vrouw met de kwaal bleef naar de kerk gaan om God te prijzen. Nothing should stop you from worshiping God. Niets hoort u te stoppen. Neither should anything stop you from praising God. En niets zou u moeten stoppen. Pastoral leg was almost broken. We saw her still jump on the stage because that was the secret for the miracle. En ik onderging heel veel pijn en ik had bijna mijn wond en mijn enkel was gebroken. And it's not the first time, it's the second time it happened and the last time. En het is al eerder gebeurd, maar ik heb mezelf door al die dingen heen geprezen. Ik ging alsnog geen verdienen. Ik stond op het podium en ging alsnog God loven en prijzen. Want daar zit namelijk het wonder in voor je doorbraak. En is de laatste keer. En het is de laatste keer dat zoiets me zal overkomen. Simpel. Open to Isaiah 61. There is no excuse in the presence of God. No excuses in de tegenwoordigheid van God. No excuse. Geen excuses. Look at it. Kijk ernaar. Isaiah 61. Jesaja 62. 61. Mijn excuses 61. There's somebody. Praise is a spirit. Lofprijs is een geest. Say it's a spirit. Het is een geest. Say somebody is the Holy Ghost. Het is de Heilige Geest. Do you know who is the Holy Ghost? Weet je eigenlijk wel wie de Heilige Geest is? He is the reason for your success. Hij is de reden voor uw succes. No Christian ever succeeds without him. Geen enkele christen kan succesvol zijn zonder hem. Look at it. Kijk ernaar. Why do you think the devil always wants you depressed? Look at it. Waarom denkt u dat de duivel altijd depressief wilt hebben? Vers 3. We gaan naar Jesaja 61 vers 3. To all who mourn in Israel, he will give a crown of beauty for ashes and a joyous blessing instead of mourning, festive praise instead of despair. He's talking about the Holy Ghost. There's somebody, the Holy Ghost. There's somebody, praise is a spirit. Praise is a geest. It's the spirit of the Holy Ghost. Is de geest van de Heilige Geest. So let me tell you how it works. Dus laat me u laten zien. You don't need to feel it. Je hoeft het niet altijd te voelen. I need to be teaching the church more on this. You don't need to feel praise. Je hoeft niet lofprijs te voelen. That is the deception that they taught you. Dat is de misleiding die ze u hebben onderwezen. The moment you start praising God. Want het moment dat no matter how you feel. Maakt niet uit hoe. The Holy Ghost shows up. De Heilige Geest komt. It's like you are calling it. Come. Want u roept hem aan. Kom. They know it. En ze weten het. All these crazy people that are practicing winter. Why do you think they sing all of their foolish songs to strange foolish spirits? Waarom denkt u dat? They stole it from God. Waarom denkt u bij Winti Pray dat ze allerlei van dat soort liederen zingen om die geesten op te wekken? Omdat ze ander soort geesten opwekken. The Holy Spirit loves singing. Maar de Heilige Geest houdt van zingen. He loves people that sing. Hij houdt van mensen die voor hem zingen. He loves people that praise God. Hij houdt van mensen die hem lof prijzen. Why? Waarom? Because it is finished. Want het is volbracht. If I come and give you a house, I say it is yours. Als ik u een huis geef, het is van u. What do I need you to do? Wat moet je dan alleen doen? To do what? Praise me. Thank God. Alleen God bedanken. And the Holy Spirit loves that. En de Heilige Geest houdt daarvan. When we praise God. Wanneer wij God prijzen. He moves. Dan beweegt Hij. He moves. Hij beweegt. He moves. Hij beweegt. He moves. Hij beweegt. He moves. Hij beweegt. Wherever you are. Waar u ook I bent. I want you to listen to this step today. En ik wil dat u naar deze praise step luistert. Praise is not a good feeling. Lofprijs is praise bring the Holy Spirit into action. Lofprijs brengt de Heilige Geest in beweging. That's why King James Bible says, for the spirit of heaviness. Where does the spirit of heaviness come from? En waar komt de geest van zwaarmoedigheid from vandaan? From the devil. Van de duivel. And hear what the Lord said. En wat zegt de Heer? I gave you another spirit. Ik heb je een andere geest. The garment of praise. Een lofgewaad. Who is the garment of praise? Wie is die lof? The Holy Ghost. De Heilige Geest. Get that understanding. En begrijp dat. And lift up your hands. En hef uw handen op.
Lift up your hands to Jesus. Hef uw handen op tot Jezus. And I want you to thank God and praise God from your heart. En ik wil dat u God gaat bedanken en loven vanuit uw hart. En maakt niet uit wat er in uw familie afspeelt of wat u doorheen gaat. God is looking at your heart. God kijkt naar uw hart. Praise Him. En prijs Hem. Lose yourself in His presence. En ga jezelf helemaal vrijgeven in zijn tegenwoordigheid. Dank Hem. Whatever you need. Wat u ook nodig Jesus heeft. Jesus already said yes. Jezus zegt al lang ja. So don't waste your time thinking about it. Dus u hoeft je tijd niet te verspillen om over na te denken. Dank Hem. Dank Hem. Dank Hem voor het miracle. Dank Hem voor het wonder. Dank Hem voor de oogst. Dank Hem voor uw bevrijding. Dank Hem voor uw genezing. Dank Hem voor uw vrijheid. Zeg Hem. Oh Lord, we bless you.